hij alleen maar in die boot in het ruim gelegen. Ja. Onder die haltes. Maar het is natuurlijk wel... het is ook wel weer een voorbeeld voor iedereen, hè, dit zo'n lichaam. Hè. Ja. Dit is wel een echte topsporter. Want Johan, zou jij het willen? Als je er zo uit zou zien, zou je er ook zo bij gaan staan dan even? Als Ronaldo? Als ik er zo bij zou zien, dan zou ik naar het nudistenpark gaan. Ja? Dan was jij wel te vinden. Ik moet dus zo lachen, weet je wel. Dat was een paar weken geleden of zo. Een interview van Leo Beno. Ik weet nog eens meer in de VV of welke krant het was. Maar hij was de ultieme teamspeler. Nou ja, als er nou één niet met het team bezig is, nee, is hij het wel. Want hij verdomt het om te juichen als er iemand scoort. Hè. Dat hij is boos, gaat die standvoeten. Maar ook die Asensio's hebben wel een elftal. Hoor. Maar en daarna krijgt hij nog een keer geel, want dat wordt dan een penalty. Wilde die hebben, die krijgt hij. Dat was geen geel volgens mij. Was jouw balans? Daarna duwt hij die scheidsrechter nog even. Dan krijgt hij 5 wedstrijden schorsing. Zijn we het daarmee eens? 5 wedstrijden voor Ronaldo? Ik vind wel, als je als speler met je handen aan een scheidsrechter zit, dat je dan geschorst moet worden en flink aangepakt moet worden. Want als Ronaldo zich dit veroorlooft, die heeft zo'n voorbeeldfuncties. Alle jongetjes uit de hele wereld willen een shirt hebben met Ronaldo op de rug. En dan krijg je op zaterdagochtend dat iedere pupil de scheidsrechter een duw gaat geven. Dus dat is heel gevaarlijk. Hij schrok er ook wel zelf van. Hè? Ja, hij deed het gelijk terug. Hij schrok er zelf van. Maar toen had hij al rood gehad, toch? Nee. Toen hij rood gehad, toen deed hij, maar hij deed wel gelijk ook. Ja, dat deed hij wel. Toen deed hij nog even zo. Ja, ja.